hier heb je het oude entree met het wachtgebouw waar de postcommandant zit, zeg maar. Als mensen vroeger zich hier aanmelden, dan is hier nog een balie binnen. Is eigenlijk net als de rest van het complex nog redelijk authentiek. Alles ligt er eigenlijk precies net zo bij alsof de militairen, alsof Defensie gisteren vertrokken is. Het gaat om de combinatie van de plek en de inhoud. Het herinneringscentrum Kamp Westerbork, dat zet je ook niet ergens in Assen neer, maar dat staat hier. En zo moet je, naar mijn idee, ook de geschiedenis van de Joodse werkkampen moet je eigenlijk proberen te vertellen op die plekken zelf. En dat kun je dan concentreren op een aantal hele bijzondere. En dan in combinatie met het verhaal zoals we het hier vertellen. Het is één verhaal natuurlijk, de Jodenvervolging. En ja, een Koude Oorlog bunkercomplex heeft daar verder niks mee van doen. Ze waren het voorportaal van Westerbork, de Joodse werkkampen in Drenthe. Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden Joden in de kampen samengebracht om land te ontginnen of bossen aan te planten. Op vrijdag 2 oktober 1942 worden de werkkampen opgeheven en de bewoners naar kamp Westerbork overgebracht. In principe hebben we daar het museum gepland in het gebouw wat er nu komt. De expositie, zeg maar. Niek van der Oort zet zich als voorzitter van de Stichting Joodse Werkkampen in om de geschiedenis van de Joodse werkkampen niet te vergeten. Kijk eens, in één keer. De stichting trekt samen op met de Stichting Militair Erfgoed en de Dutch Peace Army, die op hetzelfde terrein een museum over de Koude Oorlog gaan inrichten. Het is de bedoeling dat hier een permanente expositie komt. Ideale ruimte ook weer, heel solide wat de bouw betreft. Nou, boel vierkante meters, dus eigenlijk de geschiedenis van de Joodse werkkampen. De permanente geschiedenis met foto's en voorwerpen die we hebben. Dat zou hier prachtig tentoongesteld kunnen worden. En wat gaan we dan bijvoorbeeld zien? Dan ga je in de eerste plaats foto's zien. Er zijn tientallen, zo niet honderden foto's van Joodse dwangarbeiders aan het werk in de werkkampen. Ook van barakken. We hebben voorwerpen, diverse voorwerpen die de mensen hebben afgegeven in bewaring. Koffers, reiswekkers, al dat soort dingen die mensen in hun nood hebben afgestaan. We hebben ook Davidsterren die de mensen hebben van de kleding hebben getrokken op het moment dat ze moesten vluchten uit zo'n werkkamp. Nou ja, audiovisuele middelen zullen we natuurlijk inzetten om het verhaal te vertellen. Er zijn nog een aantal mensen die de werkkampen hebben overleefd en die nog in leven zijn, die erover kunnen vertellen. Dus eigenlijk het complete verhaal van hoe dat in zijn werk ging en wat daar te doen was in zo'n kamp, dat wordt hier dan tentoongesteld. Nou, hier staan dus 9 grondgedekte bunkers op een rij. De eerste 2 zijn eigenlijk bedoeld voor de Joodse werkkampen om de geschiedenis daar wat te laten zien. Dan komt een soort overgangsbunker naar de Koude Oorlog toe. En dan wordt eigenlijk in de volgende bunkers het verhaal van de Koude Oorlog verteld. En deze laatste, waar we nu voor staan, de 9e bunker, die is bedoeld. Natuurmonumenten wil hier graag de vleermuizen in houden. Goede combinatie, daar is goed over nagedacht. De Joodse werkkampen met het verhaal van de Koude Oorlog. Ja, dat zul je straks in het museum zien. Dat loopt straks vloeiend in elkaar over. Omdat je het aspect hebt van Wereldoorlog 2, de Jodenvervolging. Dan eindigt de oorlog en dan komt de opbouw naar de Koude Oorlog. Directeur Dirk Mulder van het Herinneringscentrum is blij met alle aandacht die er is voor de geschiedenis van de Joodse werkkampen. Maar toch is hij sceptisch over de plannen voor een museum. Mensen willen de plek zien, willen daar enig idee van krijgen. En zeker ook in hier geldt dat het vaak dan ook een teleurstelling is. Dat die plek wel te zien is, maar eigenlijk niks meer op die plek. Nou, dat proberen we dan in de komende jaren ook verandering aan te brengen. En daarom, en dat zie je bij alle vervolgingsplekken, plekken waar vroeger kampen hebben gestaan. Mensen hebben de behoefte om daar naartoe te gaan en op die manier eigenlijk de kennis tot zich te nemen. Nou, ik vind dat een waardevolle opmerking. Natuurlijk hebben we daar ook eerst naar gestreefd. We zijn ook bezig geweest met het barak in Vledder om het daar van de grond te krijgen. Alleen dat bleek heel erg moeilijk te gaan. Alleen, ja, wij vinden dit een ideale plek niet alleen vanwege de serene rust die hier heerst en dat soort aspecten. Maar binnen een cirkel van 12 kilometer rond Nieuw-Walingen waren eigenlijk 5 werkkampen. En hier 300 meter vandaan was kamp Mantingen. Dus het is eigenlijk een plek waar de Joden ook gewerkt hebben. Mantingenveld is hier vroeger ontgonnen door de Joodse dwangarbeiders. Al dat soort aspecten maakt dit gewoon een hele geschikte locatie. Je kunt ook zeggen van des te meer aandacht ervoor is, des te beter het is. Maar tegelijkertijd is het ook goed, hè, juist ook doordat we toch met steeds minder ook financiële middelen zitten in deze tijd, om dan te kijken van ja, hoe kun je die op de beste manier inzetten. En dan is de vraag of je dat op deze manier zou moeten doen. We staan hier bij een barak die in het kamp Vochtelo heeft gestaan.
authentieke barak. Hij is nog heel erg gaaf. Je ziet het aan de ramen, hoe die er nog in zitten. Je ziet het zo ook aan de deur. Je kunt het hier zien aan de onderkant. Het staat op een muurtje. Daardoor is het gelukkig heel goed bewaard gebleven. De ramen zijn dichtgetimmerd door de boer. Nou, de deur ziet er nog uit. Brievenbus, eigenlijk heel authentiek. Dan kunnen we binnen wel even een kijkje nemen. Net als het herinneringscentrum Kamp Westerbork wil Niek van der Oort in het museum in Nieuw-Balingen graag een ingerichte barak uit die tijd laten zien. Nu is het hier helemaal leeg. Hoe ziet het er straks uit als het in Nieuw-Balingen staat? Nou, dan gaat het dus weer uitzien zoals ze oorspronkelijk waren. Dan heb je dus de slaapkamers met de britsen, zeg maar, de gestapelde bedden boven elkaar. Klein zitje in de barakken. We gaan zoveel mogelijk de barak authentiek weer inrichten. Daar zijn wel voorbeelden van en wel foto's van. Dus we gaan gewoon proberen als mensen hier straks binnenkomen, dat ze helemaal weer die sfeer van toen beleven. Het is niet zomaar open, maar dan gaat hij. Het is de bedoeling in deze bunker dat we een herdenkingsbunker creëren. Een beetje het idee van Yad Vashem in Jeruzalem. Dat hier op de muren en op de wanden, op de vloer, daar komen dan de namen van de ruim 40 Jodenkampen die we tot nu toe achterhaald hebben. Dat is in Jeruzalem en Yad Vashem is dat ook zo. En in deze indrukwekkende ruimte, je hoort wel de galm en de stem die erin zit. Dan zit het ook aan te denken om hier een eeuwig brandende vlam neer te zetten. Hier lagen de munitie, de kogels, de bommen? Ja, precies weten we dat niet. Dat is natuurlijk allemaal erg vertrouwelijk. Maar we gaan ervan uit, dit zijn de grondgedekte bunkers, dat hier inderdaad de munitie lag. En je ziet soms op sommige plekken, zoals de deuren, zie je nog de sporen natuurlijk, wat er vermeld op de deur staat, wat er hier lag. Een munitieopslagplek, nu een herdenkingsplek. Is dat de juiste plek? Ja, als je daar bij nadenkt wat het was, dan kun je misschien denken van is dat de juiste plek? Maar ik hoop dat je met me eens bent als je hier zo staat en je hebt deze akoestiek en je ziet alles hoe je dat voor de geest kan hebben. We hebben daar ook al tekeningen van hoe dat eruit gaat zien. Dan denk ik dat je een hele goede bezinningsplek kunt maken. Vindt u het jammer, want u heeft ook wel veel contact met de Stichting Joodse Werkkampen, dat die nu hun eigen pad zijn gegaan en u eigenlijk ook uw eigen pad? Ja, ieder moet de keuzes maken die hem of haar het beste denken. En de stichting is een autonome stichting, dus die maken daarin hun eigen keuze. Wij zijn er sterk voor om juist in gezamenlijkheid op te trekken en je dan echt te focussen op een aantal dingen. En over dit plan denken wij verschillend. Zou het niet beter zijn om misschien juist wel op te trekken met het herinneringscentrum Westerbork? Dat zouden we heel graag willen. En dat hebben we in het verleden, hebben we daar ook hele goede ervaringen mee. We hebben al eens een keer een expositie ook samen georganiseerd over de Joodse werkkampen. En we zetten de deur wagenwijd open voor Westerbork om samen met ons hier in Nieuw-Baling iets moois van de grond te krijgen.